In deze video bespreken we nieuwe inzichtsvragen van het CBR. Blijf dus zeker kijken. De eerste vraag. Voor wie word je hier gewaarschuwd? Dit is een erg gemene vraag. Normaal gesproken zou je denken dat je alleen gewaarschuwd wordt voor fietsers en snorfietsers, omdat het plaatje van de fietser dit natuurlijk aangeeft. Maar een tweede plaatje van ook een bromfietser past niet meer in de rode driehoek. Vandaar word je bij dit bord, ondanks dat je alleen een fietsafbeelding ziet, dus ook gewaarschuwd voor bromfietsers. Je wordt door dit bord gewaarschuwd voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers. Stop met geld spillen aan jouw theorie-examen. Elke dag zakken er superveel leerlingen door de moeilijke vraag van het CBR. Gelukkig zijn wij er om jou te helpen. In onze cursus die al tienduizenden leerlingen geholpen heeft om te slagen, word je volledig voorbereid zodat jij in één keer zal slagen bij het CBR. En niet geslaagd is geld terug. Je hebt dus niks te verliezen. Klik de link hieronder en zien wij je bij de cursus. Je laat hier iemand uitstappen. Mag dat? Kijk goed naar de afbeelding. We zien het bord met het kruis. Dit bord geeft dus aan dat aan de rechterzijde van de weg niks is toegestaan. Niet parkeren en niet stilstaan. Dus normaal gesproken zou je denken dat het in deze situatie niet mag. Maar dit bord geldt pas als je het bord voorbij gereden bent. Je laat nu iemand uitstappen en je bent het bord nog niet voorbij. Dus het bord geldt nog helemaal niet. Dus het antwoord is ja. Je mag in dit voorbeeld iemand hier uit laten stappen. Dus ben je het bord voorbij gereden, zoals nu, dan geldt het bord en mag je niet iemand uit laten stappen. Maar ben je het bord nog niet voorbij gereden, zoals in dit voorbeeld, dan is het wel toegestaan om iemand uit te laten stappen. Je mag er dan zelfs parkeren. Er wordt namelijk nog niks verboden langs de weg. Je rijdt in de middag op de autosnelweg. De vrachtauto voor je rijdt 100 km per uur. Mag jij de vrachtauto inhalen? Het juiste antwoord is nee. De borden geven aan dat de maximumsnelheid op de weg 100 km per uur is. Als de vrachtauto de maximumsnelheid van 100 km per uur rijdt, dan moet jij harder dan maximumsnelheid gaan rijden om de vrachtauto in te halen. En dit is natuurlijk verboden. Wil jij in één keer slagen voor het theorie-examen? Kies dan voor foutloos. Niet geslaagd, is het geld terug. Je stopt bij de bushalte om een pakket neer te leggen. Mag dat? We hebben net besproken dat je bij een bushalte alleen iemand mag in of uit laten stappen. Want dat doet de bus namelijk ook. Nu stop je om een pakket bij de bushalte neer te leggen en nu ben je dus aan het lossen. En bij een bushalte is het verboden om te laden en te lossen, dus het antwoord is nee, dit mag niet. Een nieuwe vraag. Kun je op deze weg een snorfietser verwachten? Het juiste antwoord is nee. We zien strepen in het midden van de weg, dus kunnen we op deze weg alleen motorvoertuigen verwachten. Een snorfiets, maar ook een bromfiets en een normale fiets zijn geen motorvoertuigen. Het antwoord is dus nee. De volgende vraag. Je parkeert hier. Mag dat? Het bord geeft een parkeerverbod aan en dus in eerste instantie zou je natuurlijk denken dat het niet mag. Maar let goed op het bord onder het parkeersverbodbord. Dit onderbord heeft een teken van een vrachtauto. Deze bordencombinatie geeft dus aan dat het verboden is voor vrachtauto's om langs deze weg aan de rechterzijde te parkeren. Voor ons als personenauto geldt dit bord dus niet. Dus wij mogen hier gewoon parkeren. Het antwoord is dus ja. Je wilt rechtdoor. Moet je de auto voor laten gaan? Eerst kijken we of er borden en tekens zijn. En die zijn er zeker. Wij hebben namelijk haaientanden en het rode haaientandenbord. Onder dit bord zien we een wit bord met een dikke streep in een bocht en twee kleine zwarte streepjes. Dit bord geeft aan dat de dikke zwarte streep de voorrangsweg is. De twee dunne zwarte streepjes zijn de wegen met haaientanden en moeten dus voorrang verlenen aan de bestuurders op de voorrangsweg. Het dunne zwarte streepje hebben wij, maar de bestuurder van rechts heeft deze ook. Beide auto's hebben dus haaientanden, dus kunnen de borden en tekens de voorrang niet bepalen. Dan gaan we naar stap 2. Stap 2 geeft aan dat bestuurders van rechts voorrang hebben. De oranje auto komt van rechts, dus het antwoord is ja. Jij moet de oranje auto voor laten gaan. Kom op jongens, je kan je dit echt niet meer ophalen met de fiets. Hou je theorie met theorie foutloos, niet geslaagd is geld terug. Je rijdt hier, mag dat? Nu mag het wel. Je rijdt nu op de meest rechte rijstrook waarop gereden mag worden. De borden geven aan dat je niet meer op de spitsstrook mag rijden. Je rijdt richting Amsterdam. Rijd je op de juiste rijstrook?
Kijk goed naar de borden. De drie pijlen rechtdoor op de borden geven aan dat alle drie de rijstroken richting Amsterdam gaan. Je rijdt nu op de middelste rijstrook, terwijl de rechte rijstrook ook richting Amsterdam gaat. Je rijdt dus niet op de meest rechte rijstrook. Het antwoord is dus nee. Dit mag niet. Je wilt de autosnelweg verlaten. Op hoeveel meter afstand van de afrit moet je je richtingaanwijzer aanzetten? Is dit vanaf 300, 400 of 500 meter? Dit moet je doen op 300 meter afstand. Dus rijd je op de autosnelweg en is de afrit over 300 meter, dan zet je alvast je richtingaanwijzer naar rechts aan, zodat het overige verkeer hier rekening mee kan houden. Wat betekent dit bord? Dit bord geeft een taperaansluiting aan. Twee wegen voegen samen en worden één weg. Je rijdt op deze rijstrook. Wordt jouw rijstrook samengevoegd met een andere rijstrook? Kijk goed naar het verkeersbord. Het antwoord is ja. De weg waarop je rijdt wordt samengevoegd met een andere rijstrook. En in hoeveel rijstroken gaat de autosnelweg verder? De autosnelweg krijgt na de taperaansluiting drie rijstroken. Je wil linksaf slaan. Mag je volledig aan de linkerkant van de weg voorsorteren? Kijk goed naar de afbeelding. Het bord geeft aan dat het een eenrichtingsweg is. Het verkeer gaat dus maar één richting op en je kunt dus geen tegenliggers verwachten. Omdat je geen tegenliggers kunt verwachten, mag je als je linksaf wilt slaan helemaal links voorsorteren. Dus het antwoord is ja, dit mag. Dit was alweer de laatste vraag van dit examen. Vergeet zeker niet onze cursus op onze website te bekijken als je volledig voorbereid het autotheorie-examen in wilt gaan. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je bij de cursus.